waarom bezoekt u mij nog zo laat op de avond? Reist u alleen? Op dit uur is dit gevaarlijk. Ik reis in gezelschap van muzikanten, acrobaten en handelaren in zijde, linnen en specerijen. En een uitzonderlijke marketenser. We reizen van stad tot stad, dorp of gehucht, om onze waar te slijten en om mensen te vermaken. U bent verder van de stad. Minstens een halve dagreis. Dat is ook het probleem hier. In de storm van gisternacht zijn veel tenten verwoest. Een groot aantal kinderen is ziek. Ja, ja. U zoekt onderdak. Als dat zou kunnen. Wat is uw positie in het gezelschap? Ik leid hen. Zo? Zo jong al en dan zo'n gezelschap leiden? Wij? Nee, dank u. Of drinkt u liever uw eigen brouwsel? Het onderdak voor vannacht hier. Als u besluit kunt nemen, mijn bediende wacht buiten de poort te beantwoorden. Als u mijn wijn afslaat, moet dat daar wel heel bijzonder zijn. Dit is niet veel. Het gaat om smaak. Dit gaat om meer dan smaak. Als je hier de smaak van te bakken krijgt, dan krijgt de smaak u te bakken. Zoals het hoort bij goede smaak. Nou, dit is anders. Ja, ja. Goed. U kunt blijven. Ruimte heb ik genoeg, maar meer heb ik u niet te bieden. Nido. Rijer, zeg tegen de metgezel van Draco dat hij een bericht voor hem heeft. Zijn naam is Reinhard. Zeg hem dat onze groep zich kan verzamelen. Dat we een plaats hebben gevonden om op adem te komen. Ik ben Sander Stierbol. Ik ben student aan het conservatorium in Tilburg. Ik doe de opleiding muziektheater. En het is zo dat het leidinggevende team van de Duivelsbrug heeft het conservatorium benaderd om of ze daar audities zouden mogen houden om de hoofdrollen van de Duivelsbrug te vertolken. En toen hebben we vervolgens auditie gedaan en toen hoorde ik, een maandje later hoorde ik dus dat ik de rol van Draco mocht vertolken. En nu zijn we dus anderhalf jaar bezig met repeteren en het is nu een week voor de uitvoering en het begint nu toch wel een beetje te kriebelen, moet ik zeggen. Ik ben wel blij dat het de rol van Draco is geworden, want ja, het is gewoon een rol waar wat meer uitdaging in zit, omdat het gewoon een personage is wat echt ontzettend gaaf is om te spelen, omdat hij eigenlijk de hele uitvoering misleidt of bedriegt. Hij is eigenlijk de bedrieger van het stuk, de slechterik van het stuk, zou je het kunnen zeggen. En dat is natuurlijk altijd wel leuk om te spelen. Omdat het heel, heel ver van jezelf af ligt. Normaal speel je, als je toneel speelt, zijn het wat meer wat romantischere rollen, zeg maar. En nu is het leuk om een keertje de slechterik van het stuk te spelen. Ja. Ik voel een grote woede in je. Voel jij dat, jongen? Om de woede zit verdriet. Deze drank voelt u voorbij het verdriet, totdat het zijn doel bereikt. De ziel. De ziel is een waanidee. Uw ik, Razo van Graven. Je praat wartaal. U zult kennis maken met een onbekende kant van uzelf. Dat werd moed. Moed. Het is eigenlijk zo dat het taalgebruik wat in de Duivelsbrug in het script wordt, wat erin staat, wat overigens een prachtig script is geschreven door Gens Verhoeven. Maar in elk geval, de tekst, daar zit je in vast, daar kun je niet veel meer spelen. Maar eigenlijk alles wat erachter ligt, dus de intonatie die je in een tekst legt, de zinsmelodie, de timing, je kan pauzes laten vallen. Dat is eigenlijk, het komt eigenlijk allemaal uit jezelf en daarin kun je ontzettend mee spelen. En daarnaast heb je dan natuurlijk nog de aanwijzingen van de regisseur die je toch in een bepaalde banen leidt om je rol toch een bepaald kadertje te geven. Maar daar binnen dat kader ben je eigenlijk helemaal vrij om een bepaalde invulling te geven aan je karakter. En dat is wel mooi. En de slechtheid van Draco en manipulatieve kant eigenlijk. Ja, daar kun je zelf een beetje mee spelen. Van, doe ik dat met een blik of doe ik dat met bepaalde handgebaren? En eigenlijk is het niet zo dat je daar bewuste keuzes in maakt. Er zijn natuurlijk ook acteurs die van tevoren echt bewuste keuzes gaan maken. Van ja, zo wil ik mijn personage neer gaan zetten. Maar bij mij is eigenlijk de rol van Draco is een beetje tijdens het repetitieproces gekomen. Dat zich zo heeft gevormd, zeg maar. Het is eigenlijk een stuk waarin bepaalde amateurgezelschappen bij elkaar een productie maken.
En daarnaast hebben ze dan nog mensen uitgenodigd vanuit het conservatorium, die dan de zingende rollen doen vertolken. En ja, ik denk dat het ook een hele goede combinatie is, dat een bepaalde kwaliteit ook een beetje in evenwicht blijft. En de muziek is hartstikke goed, dus het is ook allemaal hartstikke professioneel. Blijft die geheide aantal. Hé! Schiet eens op, blije donders! Kom! Laat eens hier vrolijk zijn! Over mijn lijk. Gebruik je verstand, Draco. Mijn mannen en ik zullen Catharina beschermen tegen jouw duivelse plannen. Dat is niet nodig. Ik heb haar al. Ja, schop! Mooi. Neem mij. Ja, dat zou een slechte ruil zijn, nietwaar? Wat wil je dan? Ik wil Razo. Dat jij je dochter aan mij geeft. Je bedoelt dat ik... Ja. Ik vraag je om mijn hand. Doe het niet. Zeg het dan, zo! Zeg het dan! Zeg het! Nee! Je dacht dat je bij me bezit was, hè? Schil me niet! Maar toch een bezoek.